Aziatische groenteroerbak met seitan en ketchup. Bereid 250 gram eiernoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Doe in een vergiet en spoel onder koud stromend water. Halveer ondertussen 2 zoete puntpaprika's in de lengte. Verwijder de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in dunne halve ringen. Doe 380 gram seitan in een zeef, laat uitlekken en vang de bouillon op. Dep de seitan droog met keukenpapier. Halveer eventueel grote stukken. Meng de seitan met 3 eetlepels bloem. Verhit 300 ml zonnebloemolie in een koekenpan en bak de seitan in 3 minuten krokant. Keer regelmatig. Neem uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier. Schil en rasp 3 cm verse gember. Snijd 1 teen knoflook fijn. Meng de gember en knoflook met 2 eetlepels ketchup manis en 100 ml van de opgevangen bouillon. Verhit 20 ml zonnebloemolie in een wok. Voeg de paprika, 200 gram tuinerwten en de ketchupsaus toe en roerbak 3 minuten. Voeg de noedels toe en bak 1 minuut mee. Snijd 15 gram koriander fijn. Schep de noedels in een schaal, verdeel de seitan, 2 eetlepels geroosterd sesamzaad en de koriander erover en serveer. Zo maak je Aziatische groenteroerbak met seitan en ketchup.